Maar Rachid overweegt dus om in cassatie te gaan. Ja, ik moet dat even nog bestuderen. En ik moet er nog met advocaat. Maar waarom overweeg je het? Omdat je natuurlijk gewoon vrijspraak hebt gekregen. Kijk, aan de ene kant, ik heb geen straf gekregen. Dus niet als ik dat doe, dat ik dan geen straf krijg. Want die heb ik al niet. Dus daar zit het hem niet in. Maar het zit er meer bij mij in dat principiële. Wat betekent dat dan? Want dit betekent echt heel veel. Niet alleen voor mij, maar voor het heel openbaar bestuur in heel Nederland. Ja. En daarom denk ik van, ja, maar die rechtbank Rotterdam heeft dat helemaal niet verkeerd gezien. Die heeft het heel goed gezien. En deze legt het heel ruim uit. Heel ruim. Dan is het, zeg maar, alle informatie die je daar dus krijgt, die een relatie heeft met een stuk in het college. En uiteindelijk heeft alles een relatie met een stuk in het college. Want uiteindelijk het college bestuurt die hele ambtenarij. En is, is daarin het hoogste orgaan. Ja, dan kun je niks meer. En hoe gaan we dan met participatie om? Hè? Want dat hebben we ook van tevoren. Right. Het is niet, ja, maar het wordt een raadvoorstel, dus mogen we niks over doen. Het heeft heel veel complicaties. En als dit het is, bedoel, stel dat dit het is, en stel dat ik dit fout heb gedaan, ja, dan is dit ook gewoon, sorry, had ik, nou, dat is excuus. Ik denk dat ik een fout dan heb gemaakt zoals iedereen het misschien wel een keer heb gemaakt. Ik heb miljoenen mailtjes gestuurd. Nou ja, en deze hebben ze eruit gelegd en gezegd van dit. Het was ook nog het meest politiek gevoelige dossier in Den Haag van de afgelopen jaren. Waarin dat ook nog even aanvullen. Waarin een raadsenquête is gezegd. En een van de uitkomsten van die raadsenquête is... Te veel vertrouwelijkheid. Laat je beter voorlichten. Doe het allemaal niet in die stolp en kom naar buiten en laat je voorlichten. Maar misschien hebben jullie dat dan iets te goed gedaan. En te veel vertrouwelijkheid, hebben ze ook een conclusie. Dus oproep voor minder transparantie. Ja.